Korgering rechter wijst vonnis af in megazaak PL. Schoolleiders mogen niet zonder toestemming Mino C schoolkasgelden gebruiken. En probleemhangjongeren in Guyana moeten worden aangepakt. Fijn dat u weer afgestemd bent. Het is vrijdag 5 februari en dit is het STVS Journaal. De kortgedingrechter heeft vandaag het vonnis afgewezen in een mega-rechtszaak die de PL samen met de VHP en de NPS had aangespannen tegen het Centraal Hoofdstembureau CHS, de staat Suriname, president Desiree Boutersen, districtscommissaris Roline Samsudin van Wanica en de DC van Saramaka, Lachmina Rain Dubé. Robert Soentiek, secretaris van de PL, is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter en de drie partijen zullen een hoger beroep aantekenen. De ene rechter zegt dit en de andere rechter zegt dat. Dus we twijfelen even echt aan de rechtszekerheid. Ja, het zijn beide kortgedingrechter. De ene kortgedingrechter die heeft aangegeven wat we moeten doen. Dat hebben we gevolgd. Ja, we hebben eerst was het van de terugroeping was te vroeg. En daarna hebben we dan de tweede rechter aangegeven. De procedure was niet juist. We hebben de procedure gevolgd. En de uitspraak van de rechter, het is in elk geval. Dus de rechter heeft het is een voorlopige uitspraak. Dus dat heeft de rechter aangegeven. Maar heel verpand is dat we dan niets terugzien van de uitspraken van de vorige rechters. En dat geeft ons twijfel aan de rechtszekerheid. Wat begrijpt u onder een voorlopige uitspraak? Een vonnis, een kortgeding vonnis, is een voorlopige uitspraak. Ja. Ja, toch? En dus dat heeft de rechter hier aangegeven, deze rechter. En, maar het gaat eigenlijk om de taakstelling van het CHS. Dus wat ik hier onder heb begrepen is dat het CHS buiten haar bevoegdheden, buiten haar taakstelling heeft gewerkt. En dat heeft helemaal geen aandacht gekregen dan, althans naar onze mening. Dus wat we gaan dat vonnis even goed bekijken. En het voornemens is dat we dan in hoger beroep gaan tegen dit vonnis. Naila van Dijk, advocaat van de staat, geeft aan dat het vonnis afgewezen is vanwege het feit dat individuele leden van het CHS niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden omdat zij als instituut hebben gehandeld en niet als individu. Er zijn volgens de rechter ook fouten gemaakt bij de terugroeping van Sapoen en Chitten. En de rechter is van mening dat de president en de staat niet gevorderd mochten worden. De rechter heeft vonnis gewezen. De rechter heeft bepaald dat de eisende partijen niet ontvankelijk zijn ten aanzien van de CHS-lenen, de DC's, de president en de staat Suriname. En daarnaast heeft de rechter gezegd dat ze de vordering inhoudelijk afwijst ten aanzien van gedaagde sub-P en dat is het CHS als instituut. Maar het komt erop neer dat de rechter van mening is dat ze dus dat de eisende partijen de leden individueel niet hadden mogen dagvaarden en dus de vordering niet hadden moeten instellen tegen hun. Daarnaast is de rechter van mening in haar overwegingen dat de president en de staat primair en subsidiair wordt er niet gevorderd ten aanzien van de president en de staat. En zegt de rechter terecht, je kan niet ambtshalve verwachten dat ze dus een veroordeling krijgen op basis van een meer subsidiaire vordering. Dat is gewoon technisch fout. En de rechter zegt terecht, het mag niet. En op grond daarvan zullen ze dus niet ontvankelijk worden verklaard ten aanzien van de president en de staat Suriname. Kunnen de eisers terugkomen met de andere partijen? Kijk, mensen kunnen altijd terugkomen. Het ligt aan hun als ze hun geld willen verspillen om steeds te procederen. Maar de rechter heeft uitspraak gedaan in deze zaak. En als ze dus het niet eens zijn, dan hebben ze de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Zo simpel is het. Dinsdag staat de bodemprocedure van de leden Chitten en Sapoen voor de eerste keer op de rol om 12 uur. Schoolleiders mogen niet zonder toestemming van het ministerie van Onderwijs geld uit de schoolkas besteden. Er moet eerst een gedegen plan zijn, overleg met het ministerie en dan volgt de goedkeuring voor gebruik. De schoolleiding zal daarom de juiste procedure moeten volgen voor besteding van geld uit de schoolkas.
Ook al krijgt de school donorgelden, moeten deze gelden geregistreerd worden. Deze gelden moeten in het beheer komen, gestort worden op de schoolrekening en tot de laatste cent moet verantwoord worden. Duidelijke taal van onderwijsminister Robert Penu gisteren in de Nationale Assemblée. Ook donorgelden en fundraising opbrengsten van de school moeten in de schoolkas blijven. We hebben in der tijd een aantal situaties gehad waar een directeur van een school met 248.000 SRD vandoor is gegaan en de middelen heeft gebruikt als eigen makelaar. Op dit moment is er een proces gaande zodat ik er heel gauw nog achter tralies krijg. NDP-parlementariër Abdul vond de verantwoording van school- en donatiegelden niet genoeg. Hij vroeg de onderwijsminister om meer details over de kaslimiet, het beheer en de verantwoording van schoolgelden. Waar er iets misgegaan is, daar was er meer dan 270.000 in de schoolkas. Wat doet zoveel geld in de schoolkas van een school? Uit fouten leer je, maar voorkomen is beter dan genezen. Want het is ten strenge verboden om schoolgelden zonder goedkeuring van het ministerie te gebruiken. De minister zegt dat er regels zijn die nu al een jaar zijn aangescherpt. Daarnaast moet elke school een interne verificatiecommissie hebben. Verder heeft de dienst interne controle onder andere tot taak alle scholen te controleren. En geen enkel directeur kan meer à la dol bedragen uitgeven van 100.000 en 150.000. Er is een limiet aan verbonden en boven dat limiet moet eerst toestemming gevraagd worden aan het ministerie van Onderwijs. Het is niet duidelijk wat de sancties zijn als schoolgelden toch niet volgens de juiste procedure zijn besteed. Hoofdzaak is dat bij besteding van schoolgeld het moet worden verantwoord. De afgelopen dagen is de naam van justitieminister Jennifer van Dijk-Silas vaker genoemd in de Nationale Assemblée. Het begon eerst met de vraag over het vervoer van de minister. Toen vond het lid Brunswijk dat de minister het parlement onjuist had ingelicht. Ook gisteren werd de naam van de bewindsvrouwen genoemd, ditmaal in verband met de verlenging van juridische bijstand aan het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Heer minister, is het waar dat de dochter van de minister van Justitie en Politie een werkrelatie heeft met het ministerie en waarvoor ze 250.000 per jaar ontvangt? Zeer concrete vraag. Ik kan u aangeven dat het advocatenkantoor van Dijk een werkrelatie heeft met het ministerie van ROGB. Zo wil ik het benadrukken. Het is het advocatenkantoor dat inderdaad een werkrelatie heeft. Volgens leden van het parlement heeft de justitieminister Jennifer van Dijk-Silas juist het tegendeel beweerd van wat er werkelijk speelt. Aan haar dochter, Naila van Dijk, die zelf ook advocaat is, wordt volgens hen wel werk van de staat gegund. Ik ga terugkomen bij het betoog van de minister van Justitie en Politie, voorzitter. Ik ga terugkomen, voorzitter. Want ik wil weten of de minister van Justitie en Politie de waarheid heeft gesproken of niet. En ze heeft toen ook gezegd dat als het zo is dat haar dochter ergens anders werkt, zij ontslag zal nemen als minister van Justitie en Politie. Voorzitter? Voorzitter? Nee, de minister is er niet. Ik zal terugkomen. De handelingen zijn hier, voorzitter. De handelingen zijn hier. We hebben afgedraaid. Alles is hier, voorzitter. Ik vraag u om het parlement te beschermen, voorzitter. En ik vraag u welke sancties er zijn wanneer ministers hier staan, voorzitter, en onwaarheden verkondigen, voorzitter. Dat is wat ik u vraag. Alle ministers hebben de bevoegdheid om juridische deskundigheid aan te trekken om deze zaken op te lossen. Als ministers zich kunnen terugvinden of vertrouwen hebben in advocaten Naila van Dijk of advocaten Erwin Kanhai, om noem maar op, dan mogen zij die advocatenkantoor vragen om juridisch bijstand te verlenen. In december was er ook al een discussie over de dochter van de minister. Toen werd door het parlement aangehaald dat Naila van Dijk opdrachten van de staat kreeg omdat haar moeder minister is. Dit werd toen door de minister weersproken. Natuurlijk zal ze wel zaken van de staat krijgen. Maar het zou wat mooi zijn, dus omdat ze mijn dochter is, mag ze geen enkele zaak van de staat krijgen. Ik, minister, ik zal nooit nepotisme doen.
En gisteren was het weer raak. Een van de leden van de ABOP-fractie heeft de minister van ROGB vragen gesteld over de betrokkenheid van Naila van Dijk als jurist bij ROGB. ROGB-minister Steven Reilly-Veld maakte toen het volgende bekend. Ik kan u aangeven, wij hadden daarvoor een andere werkrelatie met een ander advocatenkantoor. Gaandeweg de rit kwam er een andere offerte dat 2 maal duurder was. En wij waren genoodzaakt om die werkrelatie te beëindigen. En wij hebben verschillende offertes aangevraagd van 3 bureaus, 3 advocatenkantoren. En wij hebben inderdaad uiteindelijk een werkrelatie met het advocatenkantoor. Minister Van Dijk-Silas is in deze tweede ronde van de begrotingsbehandeling nog niet aan het woord gekomen. De leiding van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, heeft vandaag het legseizoen van zeeschildpadden gelaunched. Het is het gehele jaar verboden om de eieren te rapen. Dit legseizoen van de zeeschildpadden duurt van februari tot en met augustus-september 2016. Gedurende deze periode zal er strenger worden opgetreden tegen overtreders van dit verbod. De minister van RGB, Steven Reilly-Veld, gaf aan welke harde maatregelen er tegen stropers genomen zullen worden die toch eieren gaan rapen. Ook de directeur van RGB, Leandra Woei, gaf haar visie. Maar gelet op het feit dat de zeeschildpadden bedreigd worden met afsterven of uitsterven, heeft de wetgeving thans voorzien dat het verboden is om de zeeschildpad-eieren te rapen. Komt erop neer dat een ieder die betrapt wordt met het voorhanden hebben van zeeschildpad-eieren, dat die een gevangenisstraf riskeren. Maar wij willen natuurlijk niet tot het uiterste middel overgaan. Wij proberen de gemeenschappen hier, we zitten nu op Bramspunt. We weten dat het overwegend vissers zijn die hier verblijven en we willen ze een awareness bijbrengen om ze toch wel de nodige skills bij te brengen, zodat ze weten dat het verboden is om zeeschildpad-eieren te rapen. En zeeschildpadden zijn ook levende wezens. De minister heeft het ook al aangehaald, zeeschildpadden kunnen niet praten. Wij als ook een levend wezen, we zijn eigenlijk zoogdieren, we moeten ook hart hebben voor andere levende wezens, in dit geval voor de zeeschildpadden. We weten dat niet iedereen bewust is ervan, anders hadden we dat probleem niet meer van dat mensen nog steeds de eieren gaan rapen. De eieren worden verkocht. Niet iedereen is er bewust van dat het niet goed is. Maar met dit project dan hoop ik toch wel dat die bewustwording naar de gemeenschap toe groter zal worden. Zodat inderdaad de dieren alle ruimte krijgen om hun eieren uit te broeden, zodat deze groep dieren ook in stand wordt gehouden. Jaarlijks vinden in de plaatsen Galibi en Matapika activiteiten plaats door jachtopzieners om zeeschildpadden te beschermen. De leiding van het ministerie heeft samen met de WWF, het Wereld Natuurfonds, een 3-jarig contract voor een project getekend. Het project loopt van 2016 tot 2018. WWF-directeur Laurens Gomes gaat hierop in. Nou, en dan is er nog een hele belangrijke bedreiging. Dat is inderdaad dat men de eieren eet. En daar richt dit project, dit 3-jarige project, zich op. En ook alleen daarop. Dus het heeft 2 componenten in zich. Het heeft 2 eigenlijk belangrijke activiteiten. De ene is monitoring, onderzoek. En in dat werk gaat men dus gegevens verzamelen van hoe staat het met die bedreigingen van deze zeeschildpadden? Hoe gaat het met de ontwikkeling? Hoeveel komen er eigenlijk dit jaar aan land? Hoeveel nesten komen succesvol uit? Hebben de zeeschildpadden problemen bijvoorbeeld met de waterlijn? Dat de golven komen en de nesten vol met water zetten, waardoor de eieren niet uitkomen. Dat soort vragen. Maar natuurlijk ook monitoring om beter in kaart te brengen. Hoe groot is eigenlijk de stroperij? De eerste zeeschildpadden zijn al een tijdje geleden gespot. Ze komen steeds dichter bij de bewoonde gebieden leggen en dat is gevaarlijk. Dit geeft stropers ruimere kans om de eieren weg te nemen, aldus de minister van RGB. En kinderen en studenten worden bewust gemaakt van het belang van het milieu. De Amerikaanse ambassade heeft speciaal voor de 4e editie van het filmfestival voor het thema milieu gekozen.
Ingrid Hill Peerwijk, Public Relations Officer, geeft aan dat het aantal bezoekers van het filmfestival is toegenomen. Ruim 6000 scholieren hebben zich opgegeven voor de dagvoorstellingen. Er is een grote vraag. Er zijn scholen die geen plek hebben gevonden, jammer genoeg, in het festival, gewoon omdat het vol is. We hebben zelfs een week toegevoegd aan het festival om meer scholen te accommoderen. Maar nog kunnen we niet ieder accommoderen. Dus die behoefte is er in elk geval. Het prettige is dat we samenwerken met verschillende milieuorganisaties. Dus voor elke screening, zeg maar, is er een milieuorganisatie die iets komt vertellen over wat zij doen aan milieubehoud. En wat de kinderen, de studenten kunnen doen, zelf kunnen doen. Want we moeten niet alles overlaten aan de organisaties. Maar als burgers moeten we ook zelf werken aan behoud van onze mooie natuur. Wat is de gedachte geweest om die milieuorganisaties van Suriname een beetje te betrekken in het filmfestival? Kijk, als ambassade doen wij de eerste stap. En dat is het organiseren van het festival. Maar we zijn niet overal in het land. Terwijl die milieuorganisaties wel overal opereren. Dus het is een goede gelegenheid om samen te werken. Je kan milieubehoud niet specifiek zetten op één organisatie of één persoon. Het is een samenwerking. De studenten van de verschillende VOJ-scholen vonden de geselecteerde films interessant en leerrijk. Anastasia Tanu-Lexono en Joraya Karbin weten zeker wat zij na de film over kwikvervuiling in het binnenland van Suriname zullen doen. Ik heb geleerd van dat kwik niet goed is en dat je zwangerschapvrouwen mogen geen kwik in hun lichaam krijgen, want anders gaan die baby's ziek worden. En ik heb geleerd dat er in vis kwik voorkomt. En dat het schadelijk is. Het is ook schadelijk voor de natuur. Ik kom overal voor waar mijn goud aan het delven is. Dus ik ga erop letten dat ik bepaalde vissen niet eet en zo. Het Milieufilmfestival duurt tot 26 februari, waarbij er alleen op de vrijdagavond voorstellingen zijn voor het publiek. De districten Marowijne, Koroni en Saramaka worden ook aangedaan. En tot zover het nationaal nieuws. Ik ben straks bij u terug met het internationaal nieuws. In Guyana is er bij het ministerie van Onderwijs op aangedrongen om het probleem van scholieren die tijdens schooluren bij de eindhaltes van bussen in Georgetown rondhangen aan te pakken. Het komt vaak voor dat bij eindhaltes van minibussen scholieren in schooluniform rondhangen tijdens schooluren. De minibuschauffeurs hebben bij de autoriteiten erop aangedrongen om aandacht te besteden aan de kwestie. Ook het gedrag van sommige scholieren staat de minibuschauffeurs niet aan. Ik had een vader met twee. Ik had mijn wife daar. We twee hours thing on the register. This parent got to be more serious for the children them. And then the next thing to by Indiana Street, when it lets me over, it's got a whole flock out there. They're on about 6, 7, 30. And nobody's seen about it. De afdeling welzijn van het ministerie van Onderwijs zegt regelmatig controle te zullen uitoefenen bij de eindhaltes en rondhangende scholieren zullen worden gearresteerd. Volgens sommige buschauffeurs wachten de spijbelende scholieren op bepaalde bussen om een ritje te maken. De parlementaire groep van de gemeenschap van Latijnse Amerikaanse en Caribische Staten, CELAC, heeft de roep van de CARICOM voor herstelbetalingen voor inheemse genocide en de Afrikaanse slavernij in het Caribisch gebied via de transatlantische slavenhandel aangenomen. De oproep voor de aanname ervan kwam via een presentatie van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van St. Vincent en de Grenadines, Jomo Thomas. Dat was tijdens een bijeenkomst de vorige week waarin wetgevers uit 17 landen bijeen zijn geweest in Quito, Ecuador, om de werking van een parlementair netwerk in heel Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te formaliseren. Thomas, die voorzitter is van de reparatiecommissie van St. Vincent en de Grenadines, merkte op dat CARICOM op de roep om rechtvaardigheid via herstelbetalingen heeft ingestemd en drong er bij collega-parlementariërs van de CELAC op aan om zich aan te sluiten. De laatste oproep van de beweging die door de fractie werd goedgekeurd, werd opgesteld en ingediend door de vicevoorzitter van het huis, senator Carlos James.
De Verenigde Staten zullen aan Colombia, dat vredesonderhandelingen voert met de rebellenbeweging FARC, $450 miljoen geven. Dat kondigde president Barack Obama gisteren aan bij een ontmoeting met zijn Colombiaanse ambtsgenoot Juan Manuel Santos in het Witte Huis. Het gewapend conflict in Colombia duurt al meer dan 50 jaar en is daarmee een van de oudste van Latijns-Amerika. Er vielen al meer dan 220.000 doden, 10.000 mensen zijn vermist en 6 miljoen zijn op de vlucht. Het afgelopen decennium kregen de Colombiaanse autoriteiten nog geld van de Amerikanen om de strijd tegen de FARC op te voeren. Maar nu zal er geld worden gepompt in zaken zoals ontmijningsprojecten, de strijd tegen drugs en humanitaire hulp. De Colombiaanse regering voert al 3 jaar onderhandelingen met de leiders van de FARC om een einde te maken aan de burgeroorlog. De gesprekken worden in Cuba gevoerd. Over heel wat zaken zoals VN-waarnemers en compensaties voor de slachtoffers zijn er al afspraken gemaakt. Verwacht wordt dat op 23 maart een handtekening zal worden gezet onder het vredesakkoord. Al is daarmee het conflict op de op één na grootste rebellengroep ELN nog niet van de baan. En het Chinese voetbal is in opmars. Topspelers zoals Ramirez, Jackson Martinez en als laatst Alex Teixeira zijn deze transferperiode vertrokken naar China. De laatste is voor €51 miljoen vertrokken naar de Aziaten, ondanks er concrete interesse was vanuit Liverpool. Arsene Wenger geeft zijn mening over de opmars van de Chinezen. Arsene, can I ask you about China and the transfers, the big money transfers that have gone off to China. Should the Premier League be worried about the drain of European talent to China? Yes, of course. Why? Because China has looks to have the financial power to move a whole league of Europe to China. And we know all, we are long enough in this job to know that is just a consequence of economical power. And they have that. Will they sustain their desire to do it? Because let's remember a few years ago, Japan started to do it and they slowed down after. But I don't know how deep the desire in China is. But if it's a very strong political desire, we should worry. Ook voor de Braziliaanse ster Hulk is er interesse vanuit China. De Chinese ploeg Shanghai Shenhao is nu bezig een aanbod van €91 miljoen voor te bereiden om de Braziliaan over te kopen van Zenit Sint-Petersburg. Ik wens u een heel fijn weekend. Tot de volgende keer.